Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van In de Tuin bij Henk. Het is voorjaar en het is enorm druk in de tuin. Zeker voor mensen die een moestuin hebben, die zullen dat beamen. Er moet op dit moment echt veel gebeuren. Temperaturen lopen op. Eind mei, begin juni. Veel te doen, veel te zaaien, veel uit te planten. Dus dat gaan we vandaag ook doen. We gaan beginnen met de boerenkool. Westlandse winter. Een hele goeie die we in deze bak gaan uitzaaien. Als er dan daarna later in het jaar plek is in de moestuin en ze zijn groot genoeg, kunnen we ze gaan uitplanten en kunnen ze daar de hele winter blijven staan. Dan kunt u de hele winter tot in het voorjaar toe genieten. Maar we hebben nog meer klusjes te doen, dus niet langer gedraald. Aan de slag, loop maar mee. Zo, we hebben deze bak al volgedaan met gewone potgrond. Dus eigenlijk is het hetzelfde principe als wat ik u eerder heb laten zien met de prei. We doen heel simpel een beetje van deze zaaigrond, zaai- en stekgrond, een laagje er bovenop. Dat kiemt voor die zaadjes toch beter. Dunne voedzame grond. En een beetje fijn maken. En gelijk maken. Zo. Even de handschoenen uit. Want het zijn kleine zaadjes. En die moeten goed verspreid over de bak uitgezaaid worden. Kijk eens. De mooie ronde zaadjes. Die gaan we over deze bak verspreiden. En als het u te gek wordt, kunt u later natuurlijk altijd nog een beetje uitdunnen op deze plek. Zo. Ik heb er nog wat over, dus die kunnen wel weer terug in het zakje. Zo. Even goed dicht doen. Dan gaan we er een laagje aarde overheen doen. Dun laagje. Meer is niet nodig. En we gaan niet meteen met een grote gieter natuurlijk dit bevochtigen, maar dat doe ik altijd met sproeier, plantenspuit. Maak ik het even goed nat, hou het goed warm en op het moment dat ze gaan uitlopen, kunt u ze spenen in grotere potjes en zoals gezegd later in de tuin neerzetten. We zijn benieuwd, ik zou haast zeggen laat die winter maar komen, maar laten we eerst maar eens genieten van het voorjaar en van de zomer. Zo, we gaan de tomatenplanten uitplanten. Tijd terug alweer gezaaid, u ziet het.
verspeend, uitgehard. En deze kersttomaatjes zijn nu wel zover dat we ze in een grote bak kunnen uitplanten. Ik heb er hier 4, 2 per potje. Dat betekent dat ik zo'n beetje in iedere hoek van deze bak 1 tomatenplantje ga neerzetten. Tomatenplanten houden enorm van kalk. Dus ik gooi per gat ook een klein beetje kalk erbij. Even wat gaten erin maken. Hup. En dan de plantjes. Voorzichtig uitknijpen. En een beetje splitsen, uitkijken voor de wortels. Zo. Dat zijn er 2. En dan doen we er alvast kunstmestkorreltjes bij. Dat dekken we dan straks nog wel even verder af. En dan in de andere hoek de andere 2. Ook voorzichtig uit het potje. Voorzichtig met de wortels. Zo. Tomaten moeten echt in de zon staan. Houden enorm van warmte. En zijn ook wel dorstig. Dus zorg er ook voor. Zeker als ze in zo'n pot staan, dat ze voldoende vocht krijgen. En in de eerste periode dat ze groeien, is het ook heel handig om te toppen. Dus de topjes eruit te knippen, zodat er ook zijscheutjes aankomen en dat ze uiteindelijk ook niet te hoog worden. Ik ga voorzichtig deze eroverheen zetten, zodat ze ook een beetje ondersteuning ondervinden. Zo. Want tomaten kunnen echt flink hoog worden en klimmen. En door middel van dit zelfgefabriceerde rekje krijgen we dat voor elkaar. Ik gooi er nog een plens water bij en kom erop met die kersttomaten. Tijd om de tulpen te toppen. Ik weet het wel, hier stonden ze, prachtige bloemen, maar het is nu tijd om de toppen eruit te halen. Kijk, deze. En waarom is dat? De kracht van de plant gaat nu naar dit stuk, want hier wordt zaad gemaakt. Dat willen we niet, we willen juist dat de kracht van de bol, dat die gevoed wordt door de groene stengels en de bladeren. En dat bereik je door deze dingen gewoon simpelweg uit te halen met de hand. Hup, zo. Laat u het loof gewoon staan. Want het loof dat moet gewoon afsterven. Dat gebruikt de bol om sterker te worden. Sterker ook om weer nieuwe bolletjes te vormen. Zodat u volgend jaar weer mooiere, stevigere en misschien wel meer tulpen hebt. En haalt u het loof ook pas weg op het moment dat het gewoon helemaal tot de grond is afgestorven.
Kijk, deze ook. Gewoon met de hand kunt u ze breken. En vergeet u niet, als u nog ergens narcissen hebt staan, dan moet u eigenlijk hetzelfde mee doen met alle bollen eigenlijk die uitgebloeid zijn. Haalt u de kopjes eruit. Laat u ze verder staan. Komt goed. Dat was het. Makkelijker is het niet. Het is tijd om de stokbonen te gaan planten, te gaan zaaien. Ik heb hier de dubbele stokslaboon, Cobra. Ik heb hier 6 stokken staan, dat heeft u al eerder gezien. Ik heb nog een paar stokken te gaan. Het moet echt gebeuren op het moment dat het wat warmer begint te worden, want als er iets is waar deze bonen een hekel aan hebben, dan is het kou en vorst kunnen ze al helemaal niet tegen. Dus wacht echt tot eind mei, begin juni. En ga dan de stokslaarbonen planten bij de stok. Ik gebruik dit mooie dingetje ervoor. Ze moeten ongeveer 1 centimeter in de grond. En ik maak rondom iedere stok maak ik 7 gaten. Ik doe er 7. Het is natuurlijk zo. Als je natuurlijk belangen na niet weet of ze ook allemaal uitkomen. Ik maak hier 4, 5, 6, zo. 7 gaten. Bonen. Ziet het? Zwart. Prachtig bonen. En dan gooien we per gat 1 boontje. Hup. Hup. Zo. Aanstampen. Dat is 1. Tweede stok. Hier had ik er al eentje gezet. Die had ik eerder onder glas gezaaid, maar u ziet het. Slakken hebben hem volledig verorberd. Dus ik ga hier gewoon rondom weer 7 gaten maken. Hier. Drie, vier, vijf, zes, zeven. Deze bonen, ik heb ze nog niet eerder gebruikt, maar schijnen ook erg goed te zijn om je oogst straks te kunnen invriezen. Zodat we tot in de winter lekker spezieboontjes kunnen eten. Een beetje aanstampen, klaar. Op het moment dat ze uitkomen, u ziet het hier al, hangt een touwtje. Slingeren zich hier omheen, helpt u ze af en toe, een touwtje, om het vast te zetten. En hopelijk hebben we straks aan alle 6 de stokken voldoende bonen om lekker van te genieten. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat u genoten heeft en wat aan mijn tips hebt gehad. En dat u ook zoveel plezier de komende periode beleeft, natuurlijk met name aan de zaken die gezaaid zijn. Ik ga zo meteen nog even de voorgezaaide rode bietjes met potje en al hier verder uitplanten. Ik hoop u weer bij een volgende aflevering te treffen van In de Tuin bij Henk. Tot dan!